The woman next door. Iedereen. Hoe mooi, hoe geweldig die mensen er ook uitzien. Ze hebben allemaal dingen waar ze mee worstelen. En als je in gesprek gaat met ze, dan zien ze er fantastisch uit. En dan hoor je ineens, ja, maar mijn borst. Ja, maar mijn oor. Ja, maar mijn kin. En dat moet die rode draad van jou zijn. Want het zou toch zonde zijn als jij dit bent en je focust je alleen maar op dit. Maar aan de andere kant denk ik, wie beslist wat het volmaakte plaatje is? Jij beslist wat het volmaakte plaatje is. Als jij tevreden bent met jezelf, straal je dat uit. En dan gaat men je ook zo accepteren. Die man ook. Die man die naar jou op zoek is. Is dat het niet belangrijk is hoe we eruit zien, maar wat we uitstralen. En die man die hoop issues heeft, vindt dat je de opleiding veel te laag is. Of ik heb ooit eens gehad dat ik aan het daten was. En dat die man tegen me gezegd heeft dat ik niet van hetzelfde kaliber ben van hem. Ik ken een voorbeeld waarbij die vrouw in de schuldsanering zit. Geen cent. En ze heeft een man ontmoet die het een beetje beter heeft. En ze heeft tegen hem gezegd, luister. Ik denk niet dat ik geschikt ben voor jou, want ik heb niks. Als die man tegen jou zegt, ik wil je hebben met al je ongemakken. Is hij? Waar is hij? Waar? Waar zijn zulke? Maar steek je hand op als je er eentje bent.